Goedemiddag iedereen. Voor de zij die mij nog niet kennen, ik ben Leslie Cottenier, een van de oprichters en CEO van Hello Customer. En ik heb bij mij Rick Vera, een van onze board members en of course thought leader in alles wat customer centricity, innovation en doing things upside down is. En fan van het eerste uur. Ja. Fan van het eerste uur, ja. Blij dat je het er zelf bij zegt. Dit is ondertussen de tweede editie van onze webinar. We hebben veel fun gehad in de eerste editie. En deze keer doen we er eentje specifiek voor onze vrienden in de Lage Landen, België en Nederland. Dus we gaan proberen om alles zoveel mogelijk in het Nederlands te doen. Right? Ja. Ik doe het juist. Ja, juist. Oké. Dus hoe zit de webinar in elkaar? We gaan van start met de sessie van Riek, die hij te midden de COVID-quarantaine in elkaar heeft gestoken. Hoe gaan bedrijven om met de COVID- en post-COVID-wereld? Allemaal heel boeiend. En dan ga ik zelf een sessie geven over het belang van feedback, zeker in deze tijden, en van korte feedback loops. Ik stel voor, lessons learned. Kijk, het is moeilijk, hè? Onze lessen die we geleerd hebben uit de vorige webinar. Dus we hebben effectief zelf toegepast waar we in geloven. Dus we hebben feedback bevraagd. En dat is dat we de Q&A beter helemaal op het einde doen. En okay. Zo niet te veel tijd verliezen. Maar ondertussen, feel free om jullie vragen in de Q&A te zetten. Als er echt een steen... vragen aan Leslie. Ja. Ja. Als er een zeer steengoede vraag tussen zit, dan gooien we hem er gewoon tussen om Riek even off track te brengen. Oké. Okay. Challenge? Alright. Ja. Ik kijk uit naar vragen waarvan ik niet eens wist dat de vraag bestond. Dat wordt boeiend. Oké, okay. Ja. Riek, ik geef jou graag het woord. Oké, okay. Nu moet ik even altijd het spannende moment. Share screen. Kijk, sta ik erop? Perfect, ja. Kijk, ja. Oké. Okay. Ik heb er maar één hoor. En ik was destijds heel slecht in het bedenken van... in het uitvoeren van formules. Dus ik bedenk er liever. Dit is de enige formule die ik tot nu toe bedacht heb. En dat is 4, 5 jaar geleden. En ik vind ze actueler dan ze ooit geweest. Ik ben niet blij met wat er gebeurt. Maar het heeft mijn formule versterkt. Connect to many and engage individuals. Ik denk dat als bedrijven weten hoe ze die magische formule kunnen kraken, dat ze futureproof zijn. En daar gaat het uiteindelijk over. Hoe word je futureproof? En ik hoop jullie kunnen aan te tonen dat ik niet zomaar fan ben van het huis van Leslie, Hello Customer. Omdat ik heel sterk geloof dat als je wil connect to many en op hetzelfde moment engage individuals wil doen, dat je daar short feedback loops bij nodig hebt, want dat het anders niet gaat gebeuren. Kijk, nu hangt mijn presentatie vast. Er moest toch iets misgaan, Erik? Iets misgaan, want mijn presentatie hangt vast. Ah, nee, kijk. Ja, oké. Ben verrast door wat er gebeurt in de wereld. Ik vind het altijd heel ironisch dat ik de afgelopen paar jaar de wereld aan het rondreizen was om managers te waarschuwen dat ze zich moesten klaarstomen voor de wereld na morgen. Ik heb er een boek over geschreven, Managers the Day After Tomorrow. En in dat boek zei ik van, let op, als bedrijf moet je minstens 10% van je tijd bezig zijn met overmorgen, met de day after tomorrow. Focus je niet alleen op vandaag, focus je niet alleen op morgen, maar focus je ook alsjeblieft voldoende op de day after tomorrow. En wat zagen we in de realiteit? En ik doe niet alleen keynotes, ik coach nog steeds en toch wel een heel pak bedrijven. En ik zie nog altijd via London Business School, waar ik lesgeef, heel veel bedrijven. En wat zie je dan? Dat bedrijf, als ze eerlijk zijn, moeten zeggen, we zijn 93% vandaag bezig. Brandjes blussen, hey, je kent dat wel. We maken het budget op voor volgend jaar en we hebben een vaag 5-jarenplan. Of een heel sterk 5-jarenplan dat toch nooit uitgevoerd wordt. En we zijn dus 7% van de tijd bezig met morgen. Maar dat overmorgen, laten we eerlijk zijn, daar zijn bedrijven wat weinig mee bezig. Omdat ze heel vaak verdrinken in the shit of yesterday. Al datgene wat ze meesleuren uit het verleden. Al datgene wat hen traag maakt. Al datgene wat hen weinig alert maakt.
weinig flexibel maakt voor wat er om hen heen gebeurt. En als ik dan zei, maar hoe komt dat? Dan kreeg ik bijna altijd dit antwoord. De klassieke paradox. Het ultieme schaamlapje, maar als we eerlijk zijn, ook wel de realiteit. Het is zo moeilijk om je vliegtuig te verbouwen terwijl het in de lucht is. We hebben een businessmodel, ons vliegtuig vliegt, ons businessmodel vliegt. Rick, jij komt ons nu vragen om dat eventueel te verbouwen en ons klaar te stomen voor een morgen, maar die morgen, dat morgen is er nog niet. En laten we eerlijk zijn, heel veel bedrijven verdienden nog centen met oude businessmodellen. Als je rondkeek, de meeste modellen die nog geld opbrachten op dit ogenblik, dat waren oude businessmodellen. Dus je vraagt bedrijven om een oud businessmodel eigenlijk te verbouwen, terwijl dat nog centen opbrengt. En bedrijven dachten dan ook heel vaak van, maar gaan we dan niet te vroeg zijn? Wij ontwikkelen nu wat nieuws en dan zetten we dat in de markt en gaat de klant er wel klaar voor zijn? Want dan hebben we tijd en energie gestopt in een model voor the day after tomorrow en we zijn nog niet in the day after tomorrow, zijn de klanten er klaar voor? Ik omschreef dat graag als het beach chair model, het strandstoelenmodel. Klinkt ook wel in het Nederlands, het strandstoelenmodel. Het feit dat bedrijven zo hard bezig zijn met dagelijks te doen wat ze gisteren deden en dat een klein beetje beter te doen. Je zet strandstoelen op het strand, je probeert die te verhuren, je vecht in dit overvolle strand tegen je concurrentie en je uiteindelijk verzeil je in het Vlaams heet dat zo mooi, in het putteken. Je blijft uiteindelijk doen wat je altijd deed. Dat is kleinere stoeltjes, dichter bij elkaar zitten, ze in China kopen, daar zijn ze goedkoper. En je vergeet op de duur rond te kijken en op het strand te kijken en voorwaarts te kijken. En dan ineens staat er een tsunami voor je neus en dan heb je het niet zien komen. Of je hebt hem wel zien komen, maar je hebt er te weinig tijd en aandacht voor gegeven. En je hebt gedacht, weet je, we gaan dat wel oplossen als het zover is. Laten we nog maar ons bestaande businessmodel optimaliseren. Nou, je ziet, dat is een slecht idee. En ik denk dat bedrijven nu meer dan ooit beseffen dat als zij zich klaar hadden gestoomd voor die day after tomorrow, dat ze beter gewapend zijn voor datgene wat nu aan het gebeuren is dan ze ooit hadden kunnen denken. Ik ben 2 of 3 bedrijven op dit ogenblik dagelijks aan het begeleiden. Wat ik daar echt zie is dat de dingen die we aan het doen waren, waarvan we dachten van, oh, we hebben die nodig in 2030, 2035, die hebben ineens uit de lade kunnen halen om nu, tijdens dit gebeuren, die inslag, die meteorietinslag die we gezien hebben, we noemen hem COVID-19 of corona, wij hebben die nu uit de kast kunnen halen. Gelukkig maar hadden we die. Je hebt heel veel bedrijven gezien toen het gebeurde, en we staan er niet bij stil, maar het is ondertussen al een hele poos geleden, toen de eerste berichten kwamen van dit wordt erg. En ik ben het ook doorgegaan, hoor, in alle eerlijkheid. Ik ben door die ontkenningsfase gegaan. Daarna ben ik er boos over geworden. Je moet maar even voorstellen dat je volle agenda, want ik had een volle agenda, ineens helemaal leeggehaald wordt en je niet goed begrijpt waarom er zoveel ellende is of waarom dat gebeurt. Daarna ga je erover onderhandelen. Je raakt dan even in een depressie, want het is gewoon niet fijn om met een lege agenda geconfronteerd te worden. En dan kom je in die zendfase, je komt in de acceptatiefase. Nu, die 5 fases, ben ik zeker van, die heeft iedereen doorgemaakt, op een of andere manier. En het is pas als je in deze fase komt, dat je brein iets bijzonders doet. Je komt in deze fase en dan automatisch zegt je brein, now what? Dat is een van de trucken die blijkbaar gegeven worden in het Amerikaanse leger. Als je in iets ergs ineens terechtkomt, sla dan al die vakjes over en ga meteen naar dat vakje, ik accepteer het. En op het moment dat je dat accepteert en zegt, oké, goed, dit gebeurt, dan gaat je brein automatisch zeggen, en nu wat? Want je wil vooruitschakelen. En dat nu wat, dat is wat je in de Martian ziet. De Martian, hè, je kent dat verhaal, of als je het niet kent, kijk zeker naar de film, want die film gaat eigenlijk niet over iemand die wil overleven op Mars, die gaat eigenlijk over innovatie. Innovatie, gedwongen innovatie. Net de situatie waar we nu in terechtgekomen zijn. En in die film gaat het eigenlijk over van, op een bepaald moment sta je voor iets, een berg waar je denkt van, ik kan er niet overheen, en dan kun je 2 dingen doen. Of je blijft zitten bij de pakken en dan sterf je, of je neemt gewoon het eerste ding vast en je begint te werken. Nou, ik heb heel veel bedrijven gezien die meteen aan de slag gegaan zijn. Maar ik vrees
dat heel veel bedrijven verkeerd aan de slag gegaan zijn. Ik heb heel veel bedrijven gezien die meteen hiermee aan de slag zijn gegaan. We gaan onze patiënt bevriezen. We gaan ons bedrijf even in het vriesvak stoppen en we hopen dat op het ogenblik dat dit ellendige ding voorbij is, dat we ons bedrijf uit het vriesvak kunnen halen en dat we het dan terug kunnen ontdooien en dan kunnen we lekker verder gaan. Nou, ik denk dat dat verkeerde gedachtegang is. We zijn er denk ik echt achter dat wat er nu gebeurt te vergelijken is met die meteoriet die destijds is ingeslagen en die de hele wereld heeft veranderd. En onze meteoriet die heet corona. Maar als je gaat kijken naar die meteoriet, dan zeggen we altijd de meteoriet die heeft de dinosaurussen uitgeroeid. Nee, die meteoriet heeft die dinosaurussen niet doodgemaakt. Maar wat er wel gebeurd is door de meteoriet, en dat is precies wat er nu aan het gebeuren is, dat is dat de context verandert. De hele context veranderde. Het hele klimaat veranderde. Het hele ecosysteem veranderde. En doordat dat hele klimaat en ecosysteem veranderde, daardoor zijn die dinosaurussen uitgestorven, omdat ze zich niet konden aanpassen aan die veranderde omstandigheden en daardoor uitgeroeid zijn. Nu, ik hoef denk ik niemand te overtuigen dat de wereld na corona niet een terugkeer is naar het oude normaal. En waarom zouden we dan een bedrijfsmodel, een dino, gaan invriezen om die te ontvriezen en om die tot leven te wekken in een wereld die er niet meer is? En dan moeten we gaan nadenken, wat willen we dan wel zijn? Wat willen we dan wel ontdooien? En dat is niet die dino, maar dan moet je datgene ontdooien wat er al was en wat wel in staat was om die meteoriet te overleven. Ratjes, die eerste kleine zoogdieren. Waarom? Omdat die eerste kleine zoogdieren drie dingen deden die ik denk die bedrijven nu meer dan ooit moeten doen. Dat is think big, start small and move fast. Heb een groot idee. Een heel wijd idee. Begin dan klein en doe het snel. Want dat is hetgene wat je gaat doen en waarmee het onderscheid maakt. En het tweede wat die ratjes deden, was experimenteren, snuffelen, testen, proberen, experimenteren, experimenteren, experimenteren. En dan nog een keer experimenteren. En nooit denken dat je er bent. Nieuwsgierig zijn. Niet stoppen om nieuwsgierig te zijn. En ik denk dat in sterk veranderende omstandigheden, waarvan u en ik niet kunnen voorspellen wat die betekenen, dat je moet gaan experimenteren. En dit is het moment om van je dino-bedrijf dat ratjesbedrijf te maken. Om van een groot en traag bedrijf nu het bedrijf te maken dat een groot idee heeft, maar wat klein durft te beginnen en dan snel durft te handelen. Dit is het moment om van je shit of yesterday af te raken. COVID-19, corona, heeft de shit of yesterday weggeveegd. De reden waarom je het in het verleden niet deed, mijn vliegtuig verbouwen terwijl het in de lucht is, let's face it. De meeste van onze vliegtuigen die staan aan de grond. Als je ooit een keer een kans had om je vliegtuig te verbouwen, doe het nu. Binnenkort kan je terug laten opstijgen. Je gaat toch niet je oude vliegtuig terug laten opstijgen. Dan ga je toch eindelijk een keer het vliegtuig maken en nu maken zoals je het wil in de toekomst. En je hebt niks te verliezen. Alles wordt weggeveegd en alles begint opnieuw. Dus in plaats van je vast te rijden in de shit of yesterday en bezig te zijn met alle brandjes van vandaag, er is geen beter moment om 99% van je tijd met de day after tomorrow bezig te zijn. Want de day after tomorrow is niet ergens in 2030 of in 2035, maar het begint morgen, letterlijk. Dus je bent met morgen bezig. Wees daar alsjeblieft 99% van de tijd mee bezig. Good. De meeste vragen me dan, ja Rick, oké, we willen dat wel doen, maar hoe gaat die post-COVID-19 wereld eruit zien? Wat gaan we aan de andere zijde vinden? Wat vinden we aan die andere zijde? Nu, ik heb het al aangegeven, wat je aan die andere zijde vindt, moet er al geweest zijn. De tijdsperiode die je hebt tussen nu en the day after tomorrow is te kort voor game changers. De elementen die moeten in de oude wereld al aanwezig geweest zijn. En de nieuwe wereld gaat er alleen voor zorgen dat we die op een andere manier in elkaar zetten, maar die zijn er al. En dan zoom ik toch wel graag in op iets, en dan moet je mijn boek maar lezen. Dit is mijn enige product placement, Leslie, want ik heb te weinig tijd om het helemaal uit te leggen. Maar de klant, de customer, zoals ik hem beschreven heb in mijn boek, die is er meer dan ooit. Die komt daar versterkt uit. Connected, urban, self-centered, tribal, on-demand,
mindful, ethisch en zeer radicaal. En bekijk het maar, de klant is meer dan ooit geconnecteerd. We zijn meer dan ooit bewust dat we in een urban environment leven. We zijn meer self-centered dan ooit tevoren. Maar we zijn tegelijkertijd tribal. We zijn meer en meer stammenmensen geworden, omdat we met elkaar geconnecteerd zijn. We zijn on-demand. Online is belangrijker geworden dan ooit. We zijn mindful, we zijn ons meer bewust van wie we zijn en welke dingen belangrijk zijn en minder belangrijk zijn. We ethische kwestie, dat bedrijven goed moeten zijn voor mens en planeet, staat buiten kijf. En we zijn radicaal. Bedrijven die daar niet gaan aan voldoen, die gaan we niet langer aanzien als potentiële partners in ons leven. De technologische krachten die we voorspelden dat er gingen aankomen, daar worden wij nu in versneld tempo doorheen gesjeest. Big data, artificiële intelligentie, robotisering, leidt ons leven op dit ogenblik. Dit is onze connectie nu met de buitenwereld. Dit is de manier waarop bedrijven nu zaken doen. De enige manier. En nieuw is het niet. Ik gaf het al aan, ik geef les bij London Business School. En bij London Business School starten we elk jaar met het aangeven van de 4 grote trends. Nu, ik doe dat niet. Ik heb het geluk om die dan te krijgen van de echte professoren. Ik geef er wel les, maar er zijn ook echte professoren. Ik mag alleen maar inspireren. Maar zij geven aan, of zij gaven aan, begin 2020, er zijn, 4 grote trends. Smart food and healthcare, smart distribution and logistics, smart cities, mobility and society, en smart utilities. Wat valt op? Staat 4 keer het woord smart. Smart food, smart distribution, smart cities, smart utilities. En met smart bedoelen ze 2 dingen. Smart as in sustainable. Sustainable, rekening houdend met mens en planeet. Dat is de eerste betekenis van smart. Maar de tweede betekenis van smart is smart zoals in intelligent. Smart zoals in nieuwe ecosystemen. Gek, hè? Dat voorspelden ze begin 2020. Alsof ze wisten dat ecosysteem ineens het modewoord na COVID-19 moest worden. Dus, wat nu? Wat moeten we nu gaan doen? Wat kun je nu, jullie, morgen beginnen doen? Het eerste is think big. Durf groot te denken. De wereld start helemaal opnieuw. En op het moment dat de wereld helemaal opnieuw start, of je dan een groot of een klein bedrijf bent, iedereen start eigenlijk op hetzelfde niveau. En iedereen mag gerust groots denken. En de beste manier om groots te denken, dat is je de ultieme vraag stellen. En de ultieme vraag is, wat zou de samenleving missen als mijn bedrijf er niet zou zijn? Wat zouden mijn klanten missen als wij er niet zouden zijn? Ik gebruik heel graag de boutade. Wie mist, en ik kan jullie nu niet vragen, maar wie, of ik kan jullie reacties nu niet zien, of jullie handen niet in de lucht niet zien, maar wie mist Thomas Cook? Niemand mist Thomas Cook. Iedereen mist op reis gaan, maar niemand mist Thomas Cook. Ja, Thomas Cook is er niet meer, maar we hebben het ook niet gemerkt. Dus dat is de ultieme vraag die elk bedrijf zich moet stellen. En dan de bijkomende is, als je daar een antwoord op verzint voor jezelf, waarom zouden je klanten jou geloven? Als je zegt van mijn klanten gaan dit mis als ik er niet meer ben, waarom zouden jou geloven? De enige reden waarom klanten jou geloven is niet wat je zegt, is niet wat je doet, maar hoe je je klanten laat voelen. Toon je hart. Er is nooit een belangrijker moment geweest dan nu. Mensen staan open, mensen zijn onzeker, mensen zijn bang, mensen zijn heel receptief. Toon nu je hart. Toon dat je eerlijk bent, toon dat je ethisch bent, toon dat je authentiek bent. Neem je verantwoordelijkheid en wees transparant. Start snel. Wacht niet. Het is nu het moment om te doen en doe het snel. Dus raak alsjeblieft alles kwijt wat je traag maakt. Dit is het moment, eindelijk een keer, om dat oude silo-denken uit je organisatie te krijgen, want dat maakt je traag. De oude hiërarchische structuren die je goed maken, top-down, maar die je heel langzaam maken, bottom-up. Met andere woorden, als je nieuwsgierig bent naar wat er buiten gebeurt, dan raakt het niet eens tot boven, dat moet je kwijt. En waar je ook moet aan denken, denk in kortere tijdszones. Waar je vroeger in maanden dacht, denk in weken. Waar je in weken dacht, denk in dagen. Waar je in dagen dacht, denk in uren. Dit is de manier om sneller te zijn. En denk even na, hoe gebeurde de disruptie voor COVID-19? En dus dat gaat nog versnellen na COVID-19. De reden waarom dit gebeurde en waarom bedrijven kwetsbaar werden voor disruptors, is deze. Elk bedrijf begint op deze manier. Je hebt een front-end infrastructuur die
je gesteund wordt door je back-end infrastructuur en die kort bij je klanten zit. Waar je eenvoudige oplossingen hebt, je klanten vertrouwen, je bent transparant en je zit heel dicht bij je klant. Bedrijven zijn meestal op deze manier gestart, als een start-up company. Maar daarna, en dat is dat strandstoelenmodel, dan ga je steeds meer intern gaan kijken. Dan ga je steeds meer kijken van hoe kan ik dat nu beter doen voor mezelf. En je vergeet je klanten. En dan gaat je front-end infrastructuur steeds verder van je klanten staan. En dan gaan je klanten op de duur daar een gap in voelen. Een gap die hen naar jou laat kijken als het wordt complex, vertrouwt jou niet meer, je bent niet transparant meer. En men heeft het gevoel dat er te veel middelmen zitten tussen jou en het bedrijf. En dan creëer je eigenlijk zelf die disruption danger zone. De zone waarin je kan gedisrupt worden. En wat doen disruptors dan? Heel typisch, ze duwen er een platform tussen en bovenop dat platform draaien ze applicaties die het platform gebruiken. En het platform gebruikt jou en andere front-end infrastructuren om applicaties te maken die weer lekker kort bij de business staan, die weer lekker kort bij de klanten staan. Nu, de conclusie is dus niet proberen om je front-end weer dichter bij je klanten te brengen, maar om zelf een platform te maken en om zelf veel kleinere applicaties te draaien die veel dichter bij de klant staan. Die jou in staat moeten stellen om terug lekker goede seks te creëren met je klanten. Want daar is het uiteindelijk om te doen. Een feestje maken voor je klant. Maak het snel. Maak het eenvoudig. Maak het toegankelijk. Maak het zo eenvoudig mogelijk en maak het alsjeblieft zo verleidelijk mogelijk voor je klanten. En doe het dan 10 keer beter dan wat je nu deed. Dit is het moment om dat te doen. Dit is het moment om af te raken van de slechte seks met je klanten. Waarbij je klanten zeggen, ik heb mijn tijd verloren met jou. Om af te stappen van die boring seks. Dat klanten gewoon zeggen, god man, dit was gewoon oké, so what? En dit te creëren. Wauw. Je moet wauw proberen te krijgen. Je moet proberen, en hier kom je dan bij die korte feedback loops, proberen te weten, ervaren mijn klanten dat? Ervaren mijn klanten dat ik naar hen luister, dat ik hen help, dat ik hen herken, dat ik dingen met hen deel, dat ik hen inspireer, dat ik hen entertain, dat ik ze verander, dat ik ze weet te motiveren, dat ik ze weet te belonen, dat ik ze weet te waarderen voor wat ze zijn en dat ik ze gerust laat op het moment dat ze gerust willen laten worden. Elke klant is anders in elke omstandigheid en de enige manier om daarachter te komen is het creëren van short feedback loops, zodanig dat je je klant op elk moment beter kent dan jezelf. En dat kan je alleen door connect to many en engage individuals te doen. Engage individuals, dat is dat engagement. En dan word je automatisch van een trage structuur, ga je naar een snelle structuur. Niet meer, ik heb producten en ik ga op zoek naar klanten. Nee, ik heb bepaalde klanten, die klanten willen dingen en ik ga die dingen aanleveren. Ik ga diezelfde bouwstenen gebruiken, maar in een andere volgorde. En dat heeft te maken met data en informatie. Dit is het moment voor jezelf als bedrijf om goed na te gaan, waar haal ik al mijn data? Waar zitten mijn sensoren? Hoe verzamel ik data? Waar zitten mijn data? Ergens opgeslagen, wat doe ik met mijn data? Collecting data, processing data en activating data, dat wordt je businessmodel voor de toekomst. Van, om het even wie hier zit te kijken, dit is je toekomstige businessmodel. Data, data, data. Eigenlijk moet je gaan denken, we moeten als een menselijk lichaam worden. In mijn vingers zitten sensoren. Als ik iets vastgrijp dat heet is, dan zeggen mijn sensoren van, oeh, dat is heet. Maar dan gebeurt er niks. Dus mijn sensoren, die moeten data, dit is heet, sturen naar mijn brein. En dat doen ze via een netwerk. Dus ik heb data, ik heb sensoren nodig en ik heb een netwerk nodig. En ik heb een brein nodig waar die data omgezet worden in informatie. En dan moet die informatie even snel terug naar mijn hand, wat een applicatie is, want mijn hand moet het bevel krijgen om los te laten. Als tussen mijn sensoren en mijn brein er ruis zit, dan bereik ik misschien de verkeerde data aan mijn brein en ga ik verkeerde conclusies trekken. Of als mijn brein zegt, weet je wat, ik verwerk dat wel, maar ik zet dat niet om tot informatie, dan gaat mijn hand ook niet reageren. Of als mijn brein zegt, weet je wat, ik ga die informatie in een rapportje gieten en ik ga dat rapportje volgende maand wel een keer naar dat hand sturen, dan is er ook een probleem. Nou, dus op die manier moet je bedrijf gaan organiseerd worden. Dat is, je moet sensoren hebben, zoveel mogelijk sensoren. Je moet een goed werkend netwerk hebben. Je moet een brein hebben waar al die dingen omgezet worden, al die data omgezet worden naar informatie. En dan heb je weer een netwerk nodig en heb je snelle applicaties nodig om ervoor te zorgen
dat je snel reageert. En dat is eigenlijk een ecosysteem. Een ecosysteem zorgt ervoor, een boek wat ik iedereen aanraad om een keer te lezen, het is uit 2010, we kennen allemaal Black Swan van Taleb. Wat minder mensen hebben zijn andere boek gelezen, Anti-Fragile. En Anti-Fragile, dat gaat erover van, als er iets ergs gebeurt, zoals nu iets onverwachts, dan heb je bedrijven, de fragile bedrijven, die snel die opgegeten worden door het onverwachte. Dan heb je bedrijven die denken dat ze het onverwachte kunnen voorspellen. Nou, dat kan je dus ook niet. En dan heb je anti-fragile bedrijven. En dat zijn bedrijven die het niet erg vinden als iets onverwachts gebeurt, omdat ze er de werking voor hebben om zelfs daar gebruik van te maken om nog meer dan ooit de anderen achter zich te laten. En dat zijn volgens mij de smart platform bedrijven. Die een infrastructuur hebben, die sensoren hebben, die een netwerk hebben, die een platform hebben en die bovenop het platform kleine en snelle applicaties draaien die het leven van de klant sneller, makkelijker en eenvoudiger maken. En als je het zo gaat bekijken, dan is net wat er nu gebeurt ongelooflijk spannend. Het is een open markt, er zijn nog geen specialisten, het zit vol low-hanging fruit en de entrykosten om daarin te stappen, het gaat alleen maar over data mensen, is niet ongelooflijk duur. En dan kom ik op het einde. Als je gaat bedenken van dit is een ongelooflijke opportuniteit, durf het dan aan als bedrijf om te gaan denken als een surfer. Geen enkele surfer kan voorspellen dat de volgende golf net die grote is. Die kan niet voorspellen hoe die volgende golf precies gaat evolueren. Maar hij vindt het wel geweldig en hij is constant op zoek naar die grootst mogelijke golf. Dus wees blij met grote golven. Hoe groter, hoe beter. Durf het aan om hard te werken om er bovenop te raken. En eens je er bovenop bent, kan best een keer spannend worden. Maar niet opgeven, want als je opgeeft op zo'n golf, dan breek je je rug. En je kan pas leren hoe je surft terwijl je aan het surfen bent. Surfen is iets niet wat je kunt leren op het droge. Surfen is alleen iets wat je kunt leren, golf na golf na golf na golf en je wordt steeds beter. Op die manier denk ik dat bedrijven naar de toekomst moeten kijken, als surfers. Er gaan nog golven op ons afkomen, maar dit is wat je moet doen. En als je het doet, zet alsjeblieft de klant centraal in alles wat je doet. Begin met de klant in het midden. Realiseer je dat je de Twilight Twenties binnengaat. De volgende 10 jaar gaan beïnvloed worden door wat nu gebeurt. En dan komt er nog climate change en eventuele migratiegolven. En nog een economische terugval. Dus we gaan nog wel wat golven tegemoet. Dus kijk naar de dingen niet zoals ze zijn. Want dan word je depressief. Kijk naar de dingen zoals ze zouden kunnen worden. Vertrek alsjeblieft niet vanuit assumpties. Dat je denkt dat je weet hoe de wereld in elkaar zit. Ik weet het niet. U weet het niet. Niemand weet het. Wat we wel weten is dat die anders gaat worden. Dus wat hebben we nodig? Nieuwsgierigheid. Daarom moeten we data verzamelen. Net om de belangrijkste KPI te voeden die elk bedrijf heeft. Ik begeleid al 10 jaar bedrijven. Ik heb er ondertussen honderden gezien. En ik heb 1 gezamenlijke factor gevonden voor bedrijven die het goed doen. En die het nu ook goed doen. Dat zijn bedrijven met de nodige nieuwsgierigheid. Nieuwsgierigheid naar de buitenwereld, nieuwsgierigheid naar klanten, nieuwsgierigheid naar nieuwe technieken, nieuwe digitale technologieën, naar hoe die klant zich voelt. En nieuwsgierigheid ook onderling, naar elkaar. En je hebt dus die short feedback loops nodig, en nu maak ik echt het bruggetje naar Hello Customer, om je nieuwsgierigheid te voeden. Nieuwsgierigheid. Dus niet vooraf gaan bepalen, dit wil ik weten van mijn klanten, maar je klant het aan jou laten vertellen. En hopelijk vragen en opmerkingen krijgen waar je nog niet aan gedacht hebt. Dan ben je ultiem bezig met de grootst mogelijke kracht. En may the force be with you. The force van de net curiosity. Dank je zeer. Dank je wel, Rick, voor jouw alweer heel inspirerende kijk op de post-COVID-wereld. Het was lang geleden dat ik het in het Nederlands heb mogen doen. Dat is inderdaad heel fijn. Ik ga even switchen naar mijn presentatie. Ik zag ondertussen ook een vraag van Berend Jan. Ik zal dat mee behandelen in mijn deel, Berend Jan. Dus bear with me. Kan je overnemen? Wacht, ik ga... Ja, ik neem over. Oké, kan iedereen mijn scherm goed zien?
Riek, kan je even de stem zijn van de people? Ja, en ik ga op mute, maar we kunnen jouw scherm goed zien. Ja. Oké, dat is perfect. We zien hier ook nog een chat binnenkomen die ook... Ja, dankjewel Alex voor de bevestiging. Ja, uit de inspirerende sessie van Riek kwam heel duidelijk, we zitten in een heel rare wereld op dit moment. We zijn met z'n allen ook 7-8 weken in quarantaine geplaatst geweest. En ik denk dat we het allemaal aan de lijve hebben ondervonden als consument, maar ook als werknemer, als persoon die in een bedrijf werkt, dat we toch een gevoel gehad hebben van onze handen afgehakt te zijn. In die zin dat... ja, heel veel van de feedback loops die wij eigenlijk als zeer vanzelfsprekend beschouwen. Ja, ik heb een klein beetje problemen met mijn microfoon. Die schiet blijkbaar uit af en toe. Dus Riek, doe af en toe even zo en dan heb ik het door. Je was net weg, maar je bent nu terug. Oké, perfect. Ja, daar was ik op dit moment. Dus in een tijd die heel onzeker is, waar we van alles moeten proberen. Net in die tijd vallen eigenlijk heel veel feedback cues weg. Wat we zo normaal zijn en daar eigenlijk niet bij stilstaan. Als we in de winkel contact hebben met medewerkers. Als we op de luchthaven rondlopen, dan zien we de gelaatsuitdrukkingen van mensen. We zien de body language. We hebben conversations. Er is serendipity. Dat is eigenlijk allemaal weggevallen op dit moment. En als je kijkt, ik zag deze passeren op mijn Facebook-pagina. Het zag er een zeer bedrukte bedoeling uit, Riek. Jouw debat met... Dat zijn ook twee heel ernstige mensen, hè? Ja, maar ze keken nogal bedrukt, vooral de heer Holslag. Ja. Dus als je niet weet waarover dit gaat zonder context, dan zou je denken, oei, Riek is daar iets aan het vertellen en ze zijn er eigenlijk niet mee akkoord. Maar no worries, Riek. Als je dan kijkt naar de feedback die kwam nadien, dan waren zowel de mensen die aan het luisteren waren als de panelists eigenlijk heel enthousiast over die sessie. En ik weet niet of jullie het zelf hebben meegemaakt in Zoom calls, is dat mensen er vaak een beetje bedrukt uitzien, want iedereen is serieus. Maar je voelt toch dat er heel veel feedback cues zijn die ons ontnomen zijn geweest de voorbije weken. En dat laat toch een paar dingen zich in vraag stellen. Als we kijken naar organisaties, en Riek heeft het al aangehaald, we zijn allemaal op zoek. We zijn allemaal op zoek hoe we in deze tijden onze klanten kunnen servicen. Dat geldt ook voor ons als Hello Customer. Want wat we zien is dat klantennoden die veranderen. Je kunt niet naar de winkel gaan als je moet thuisblijven en ook als de winkels gesloten zijn. Maar toch als bedrijven, we will find a way. En dan zien we dat Van Marken bijvoorbeeld, die hebben eigenlijk hun showroom virtueel geopend en ervoor gezorgd dat je consultatiegesprekken kunt doen via Zoom. Als we dan opeens terugkijken op de sessie van Riek en die dame die heel enthousiast de uitleg moet geven over de mooie badkamers bij Van Marken en daar zit een heel bedrukt iemand voor u. Ja, we waren weer even kwijt, Leslie. Ja, effectief. Daar gaat het dus om. En het gaat niet alleen over die online wereld, het gaat ook over de offline wereld. Als je kijkt, als ik zelf naar de supermarkt ga vandaag, ik vind het een heel vreemde bedoeling. En we voelen ons toch allebei, en zeker in de eerste weken van de quarantaine, het was bijna als onderdeel uitmaken van de cast van The Walking Dead en moeten een raid gaan doen om aan voedsel te geraken. Zo voelden we ons allemaal. Maar dat betekent ook dat we als consumenten ons gedrag verandert. En dus als supermarkt, dan moet je daar ook op aanpassen. En dan wordt de grotere nood of de prioriteit van de consumenten misschien niet zozeer de prijssetting van de supermarkt of het productaanbod, maar eerder het veilig gevoel die we hebben. Of het efficiënt verlopen van dat supermarktbezoek, zodat we geen uur lang in de rij staan. Dus die supermarkten in dit voorbeeld, die moeten in snel tempo op zoek gaan naar manieren om de
de klanten doorheen de winkel te loodsen op een manier die veilig aanvoelt, zowel voor de klant als voor de medewerker, want die mogen we niet vergeten. De kassiers die moeten het gevoel hebben dat ze hun job kunnen doen op een goede manier en toch zich veilig voelen. Dat doe je niet zomaar en dat doe je zeker niet als alle feedback cues gaan verdwijnen. Als al uw medewerkers op het hoofdkantoor ineens allemaal verspreid over hun huis zitten. Als alle klanten... Het gaat gewoon heel erg moeilijk. Dus die feedback, en Riek had het ook al een aantal keer gezegd, als we al die dingen moeten gaan doen op snel tempo, dan betekent dat dat feedback... En heel snel feedback verzamelen cruciaal wordt. En ik grijp graag nog even terug naar het laatste, of een van de laatste dingen die Riek zei, die curiosity. Het effectief echt willen weten hoe klanten zich voelen, het echt willen weten wat er gaande is bij die customer base, dat is eigenlijk het cruciale element in de manier waarop dat we feedback gaan verzamelen of feedbackprogramma's moeten opzetten. Wij van oudsher, ik denk dat het al van zolang wij bestaan, dat is dus 5 jaar op dit moment, werken we graag met de metafoor van de ijsberg. En ik denk dat heel veel mensen die ondertussen ook kennen. Als je kijkt naar de interacties die klanten hebben met een organisatie, het zij ze komen naar de winkel, ze kopen iets online, ze lopen door een luchthaven, ze nemen een vlucht, ze boeken van alles online, dan vorm je daar als consument een idee van. Je vormt je een idee van het merk, van het product, van de dienstverlening, van de mensen die er werken. Maar niet alle mensen die geven daar ook een voice aan. Niet alle mensen... Leslie? Ja, om daar iets over te zeggen. De mensen die het wel doen, dat is eigenlijk een minderheid. Dat zijn de mensen die hun stem laten horen via social media. Het zijn de mensen die hun stem laten horen via customer service, die bellen op. Ik kan mij zo voorstellen dat er zeer weinig mensen zijn die naar hun telco-provider zullen bellen, doorheen de hele dialpad zullen gaan om iemand aan de lijn te krijgen na 5 minuten, om dan te zeggen, merci, de 5G... Dat zijn we nog niet. De 4G, kijk Riek, ik leef al in the day after tomorrow. De 4G was, de coverage was fantastisch vorige maand. We doen dat niet. We gaan niet, nadat we naar een winkel geweest zijn, terug naar binnen gaan om te zeggen, ah wel, je hebt mij fantastisch geholpen. Heel vaak doen we dat niet. Het is slechts een minderheid van de feedback die het bedrijf bereikt, die heel positief is. En we weten ook dat het eigenlijk een minderheid is van onze klanten die we horen. Wat betekent dat als we niet... actie ondernemen om naar een breder klantenbestand te gaan luisteren, dat je dan ook dreigt om prioriteiten te nemen of beslissingen te nemen of conclusies te trekken op een minderheid van je klanten die luid roept. Waar het eigenlijk om gaat, dat is al die klanten die onder het wateroppervlak zitten, al die klanten die interageren met het bedrijf, maar die het eigenlijk gewoon laten passeren, zoals wij eigenlijk allemaal het vaakst gewoon doen, dat wij eigenlijk zien, en we zien dat ook vanuit de data die wij al, de feedback die wij al 5 jaar verzamelen, dat 80% van die mensen eigenlijk heel tevreden is. 80% van die mensen had een positieve ervaring, alleen ze vertellen het niet. En ze vertellen ook niet waarom die ervaring zo positief was. Maar dan moeten we ook zeker oog houden op die 20% die we niet horen, die eigenlijk een heel slechte ervaring had. Want dat zijn de mensen die het gaan vertellen aan vrienden. Die het aan de koffietafel, wanneer die in onze bubbel terug mag plaatsvinden. Dat zijn die mensen die vertrekken zonder dat we het weten dat ze vertrekken. En nog erger, we weten niet waarom die vertrekken. Dus wat het belang is van een feedbackprogramma, is dat we die ijsberg veel meer boven water krijgen. En dat we elke klant de opportuniteit geven om feedback te geven. En vandaag meer dan ooit is het belangrijk, want in tijden van COVID, met de quarantaines, de winkels die gesloten zijn, medewerkers die thuis zitten, is die ijsberg eigenlijk meer en meer naar beneden gedrukt zelfs. Dus we moeten des te meer moeite gaan doen om ze terug boven water te trekken. Hoe doen we dat? Dan gaan we even verder. Het komt erop aan om feedback te vragen aan klanten op het juiste moment, de juiste... Leslie, je klank. Leslie. Leslie, je was weg. Ja, ik
Ik kon ook niet meer aan mijn microfoon. Technology is working with me today. Technology, but the technology doesn't love you back. Niet vandaag. Dus daar komt het eigenlijk op neer om klanten zoveel mogelijk feedback te vragen nadat ze effectief hebben geïnterageerd. Of dat dat nu na een aankoop in de winkel was. Of dat het nu na een videogesprek was met de dame in de showroom. En als ik spreek over feedback, en dan grijp ik opnieuw terug naar die curiosity. Het gaat erom dat we leren om echt te gaan luisteren. En zelfs in onze dagelijkse gesprekken is dat soms moeilijk om te gaan luisteren. Maar de vraag die we onszelf moeten stellen, dat is 1. En dan kom ik al een beetje terug op de vraag van Berend Jan. Lange vragenlijsten, hebben klanten vandaag nog de tijd en de zin om daarop te gaan antwoorden? 10, 20 minuten van uw tijd. En als we dan die klanten, en dan gaat het misschien over 1, maximaal 5% van klanten die die lange vragenlijsten beantwoorden, zoals hier het voorbeeld van McDonald's, niet een van onze vragenlijsten dus ter verduidelijking, dan krijg je antwoord, en een heel artificieel antwoord. We duwen mensen eigenlijk, of we duwen de beleving van mensen in checkboxes. En wat we eigenlijk gaan doen, is we gaan zelf alweer vanuit ons beeld van de wereld, en herinner de ijsberg, waarbij we vanuit, als we werken vanuit het topje van de ijsberg, dan zitten we eigenlijk al in een wereld die niet helemaal de realiteit is. Want we vertrekken vanuit de wereld waarvan dat we denken dat ze echt is. Dus als je van daaruit dan zelf vragenlijsten gaat opstellen, dan wordt dat een beetje een self-fulfilling prophecy ook. Dus stel jezelf de vraag, als wij zelf vragen gaan stellen, krijgen we dan een antwoord op de vragen die we stellen? Dat eerst en vooral. Maar 2, krijgen we dan eigenlijk nog het buikgevoel, de effectieve ervaring die die klanten hebben beleefd? Want we geven ze hier nergens de ruimte om hun eigen verhaal te vertellen. Als ik even een persoonlijk verhaal mag vertellen. Een paar jaar geleden was ik zwanger. Ik ben zo een van die vrouwen die dat absoluut niet fijn heeft gevonden. Pas op, mijn kindje zelf vind ik fantastisch, maar the road toward having that child vond ik niet zo geweldig. Maar we dachten van, oké, we gaan even voor wat verlichting. Hoe doe je dat als jong gezin? Dan boek je een weekendje in Centerparks, nietwaar? Nu, vanaf het moment dat wij toekwamen tot het moment dat wij vertrokken, was het quasi horror. Dus we hadden een VIP-cottage besteld met een sauna, een brubbelbad. Maar wij kwamen aan, dus je moet je voorstellen, een vrouw 8 maand zwanger, een beetje chagrijnig. Ik moet eerlijk bekennen, een beetje heel chagrijnig. Alles was afgebladerd, er lag poep, en ik zeg het op zijn Nederlands, poep op het terras. Dus dat was al niet heel hoopgevend. Nu vervolgens, ik had heel veel pijn van de lange rit, 3-4 uur in de auto. En ik dacht, geen probleem, we gaan daar even doorkijken. De binnenkant zal wel oké zijn, dat was het ook. En had man lief gezegd, no worries, ik zorg voor de jongs, voor het zoontje. Ga jij naar boven, brubbelbad en relax. Ik dacht, oké, we gaan dat zo doen. Ik kom boven en wat zie ik? Ik draai de kraan open en er komt zo een heel klein straaltje uit. En dan dacht ik, oké, binnen 2 uur heb ik een bad. Die zal niet warm zijn, want dat gaat ondertussen ook afkoelen. Maar we dachten, we zetten door, we proberen onze happy face op te houden. En dan een beetje later stap ik in dat bad. En dan komt zo het moment van, now I'm going to relax, press the button and the bubbles will go. Je kan je het al voorstellen, er waren geen bubbels. En zo kan ik eigenlijk maar doorgaan over hoe het weekend is geweest daar in Centerparks met een chagrijnige zwangere vrouw en een 3-jarig zoontje erbij die wat quality time met het gezin wel leuk vond. We zijn terug naar huis vertrokken en een dag later kreeg ik dus McDonald's gewijs de survey van Centerparks, waarbij de aanhef al was, beste familie Pansaerts. Ik wou op dat moment even niet herinnerd worden aan het feit dat ik een gezinsonderdeel was, want ik voelde mij nogal incubator. Maar dan begon het, uw ervaring bij Centerparks. Ik wou heel graag mijn mouwen opstoppen en heel mijn verhaal doen met alle emotie van dien als zwangere vrouw. Maar dan werd ik doorheen, ik denk, 60 vragen geleid, waarbij ik op schalen van 0 tot 10 kon antwoorden over de verlichting in het park,
de properheid van het park, de bewegwijzering in het park en noem maar op. En het is een gemiste kans voor Centerparks, want uiteindelijk, ik ben hun doelgroep. Zij bouwen het park voor mij. Want ik heb kleine kinderen, we willen wat quality time, family time. En die family time hebben we heel veel moeite voor moeten doen om het te kunnen hebben. Dus al die emotie, die experience, die wat we hebben meegemaakt, heb ik niet. En dat is, ik hoop dat het verhaal u ook inspireert om daarover na te denken. Als je een survey wil doen naar uw klanten, dat je ervan uitgaat of dat je de vraag stelt, geven wij met hetgeen wij nu aan het opzetten zijn aan onze klanten de kans om effectief alle emotie te leggen in hun verhaal en hun verhaal effectief ook te kunnen doen. Vraag je ook af of je echt wil wachten tot het ultieme einde van die journey. Misschien had ik de mogelijkheid gehad om feedback te geven tijdens ons verblijf daar, dan hadden ze er misschien al iets aan kunnen doen. En wat ik dus eigenlijk voor pleit, dat is dat we het allemaal heel kort houden. Bij Telinet bijvoorbeeld, dat is een van onze klanten. Zij waren ook bezig met in een B2B-segment, bezig met een migratie van een product naar een ander product. En zij wisten heel goed van, oké, dit wordt voor bepaalde klanten een pijnlijk proces. Want er moet iemand langs gaan, er moeten bakjes geswitcht worden. Dus er kan van alles misgaan in heel dat proces. En wij willen in dat proces eigenlijk heel kort op onze klant staan om heel kort te kunnen opvolgen of het allemaal positief verloopt. Wat wij doen, is gewoon een scorevraag. Dat kan de customer effort score zijn, net promoter score zijn, CSAT score zijn. En ik denk, in deze tijden is een customer effort score, Rick had het ook al aangehaald, alles moet effortless zijn vandaag. Het moet gemakkelijk zijn om iets te kunnen doen. Dus die customer effort is heel belangrijk. Nu, de score op zich is voor ons niet het belangrijkste. Het is een leuke indicatie, het is een leuke puls om te kunnen volgen. Zeker als je het permanent doet, dan kan je die evolutie volgen. Maar nog zoveel belangrijker is die open feedback. Het verhaal die ik net heb gedaan van Centerparks, dat je die verhalen kunt capteren en dat je daar iets mee kan doen. De vraagstelling is echt superbelangrijk. We krijgen heel vaak ook de vraag van, ja, we willen uiteindelijk de dingen beter maken, dus kunnen we beter vragen naar wat zouden we kunnen verbeteren de volgende keer dat je bij ons een aankoop doet. Nu, we hebben uiteraard, kunnen we ons baseren op de data. En wat we zien is dat de kwaliteit van feedback veel rijker is en dat veel meer mensen feedback geven, zeker ook de mensen die positief zijn, als we heel breed vragen naar waarom gaf je ons deze score? Want het is heel belangrijk dat je niet alleen negatieve feedback gaat verzamelen. Nu, het psychologische effect van wat kunnen we verbeteren op een klant, dus de reden waarom we lagere response rates zien op die vraag, is dat we de klant echt gaan doen nadenken op dat moment. Ja, ik ben er terug. De klant moet op dat moment gaan nadenken over wat vond ik nu eigenlijk niet goed. En zeker klanten die tevreden zijn, die hebben misschien moeilijk. En dan heel vaak wordt er toch iets aangehaald, wat eigenlijk ook niet zo heel belangrijk was voor die klant, maar bon, we stellen de vraag toch. Maar wat we zien, als je de vraag heel breed maakt, en dus de curiosity helemaal laten zegevieren, dat is dat mensen, zowel de mensen die een negatieve score geven, als de mensen die een positieve score geven, dat zij gewilliger zijn om open feedback te geven, langer feedback te geven, maar vooral een heel evenwichtige feedback geven. Dan gaan ze aangeven wat ze goed vonden en gaan ze aangeven wat ze niet goed vonden. Uiteraard is zicht krijgen op wat mensen graag verbeterd zien belangrijk, maar het is net zo belangrijk om uit te vinden wat klanten net wel goed vinden. Dat is niet alleen belangrijk omdat je dan daar veel meer kunt op inspelen. Het is ook belangrijk omdat je daarmee je eigen medewerkers kunt motiveren. En het is ook belangrijk omdat je dan in je eigen marketing en je communicatie die zaken meer kunt gaan uitspelen. Ik krijg ook vaak de vraag van, ja, er zijn nu eenmaal bepaalde zaken die we echt wel willen weten. En ik kan me voorstellen in deze tijden, als je in de retail zit of dat je fysieke locaties hebt, dat je eigenlijk heel graag wil weten, ja, vonden de mensen het nu veilig?
En het kan best zijn dat het uit de open feedback al komt, maar dat je, zeker als je een marktonderzoekachtergrond hebt, dat je het ook voor een stuk wil gaan kwantificeren. Wel, dat kan ook. Je kan, en het belangrijke is, en dat, daar zorgen we voor bij al onze klanten, is dat er een mooie balans gehouden wordt tussen het kwalitatieve, de open feedback, en het kwantitatieve. En wij raden aan om de kwantitatieve vragen, om die te beperken tot maximaal 3. Het voordeel van continu bevraging te doen en elke klant op elke interactie mogelijkheid te geven om feedback te geven, betekent ook dat je kan variëren in de vragen die je stelt. Op dit moment is alles rond veiligheid, hygiëne heel belangrijk. Voeg gerust 1 vraag toe die daarover gaat, zodat je dat kan kwantificeren. En verder komt alles best wel uit de open feedback. Nog belangrijk om feedback actionable te maken. En dat is ook het verschil tussen feedback die komt vanuit review sites, social media. Dus alles wat de tip of the iceberg is. Het is contextloos. Die feedback heeft geen context. We weten niet vaak wie die persoon is, waar die persoon heeft gekocht, met wie die persoon interactie heeft gehad, wat die persoon gaan verduidelijken. Zijn het eigen locaties? Is het franchising? Zeker in de bankwereld zien we dat vaak. Is het een bepaald type concept? Zeker nu retailketens die gaan experimenteren met verschillende concepten. Gaan experimenteren met verschillende serviceconcepten. Als het meegegeven wordt in data, kunnen we heel gemakkelijk daarop segmenteren. En het mooie daarvan is, als we in de open feedback zien dat in bepaalde concepten de feedback die eruit komt heel positief is en in andere concepten niet, zonder dat we ook maar iets gevraagd hebben over het concept zelf, dan is dat insight die binnenkomt ongelooflijk krachtig. En dan kan ik weer even doorgaan. Nu, laten we het even hebben over in-the-moment feedback, wat we heel vaak zien. Kijk, ik weet niet hoe het zit bij jullie, maar elke keer, zeker als ik in luchthavens zie dat heel vaak, in tankstations zie je het ook heel vaak, dat zijn die knoppen. En je ziet ze in toiletten. En dan denk ik altijd, als we weten hoeveel mensen hun handen niet wassen, dan de knoppen aanraken. Ik heb het nooit begrepen hoe dat dan moet werken. Maar daar hebben we nu nog even een laag COVID aan toegevoegd. Dus het is op dit moment niet echt the best way om het sentiment van de klanten te krijgen op fysieke locaties. En by the way, even tussen ons, het is nooit een goede manier geweest. Want je krijgt dan wel iets wat van sentiment, maar opnieuw, zoals ik in mijn vorige slide aangeef, echt actionable is het niet, omdat we dan nog moeten gaan doorvragen of doorkijken, dooranalyseren waarom wel, waarom niet tevredenheid. Gemakkelijker, en de technologie is er, is het om de klant gewoon zijn eigen smartphone te laten gebruiken. Via een WhatsApp-nummer bijvoorbeeld. Het kan via QR-codes. We hebben ook organisaties die op het kassaticket een QR-code printen. De feedback die je hier gaat krijgen is altijd lager in response rate dan als je de feedback gaat bevragen via e-mail, sms, WhatsApp. Dus als je zelf gaat vragen aan de klant wat vond je, dan krijg je grote response rates, 20-40%. Let ook op dat de response rate die je hebt heel vaak gecorreleerd is met de tevredenheid. Hoe tevredener, dat zien we eigenlijk in de data die we hebben, hoe hoger de NPS-score, vaak hoe hoger de response rate. Dus het geven van feedback is ook een vorm van goodwill van uw klanten. Dus als wij in een bepaalde industrie zien dat wij gemiddeld bepaalde response rates halen en u zit er als organisatie onder,
ja, dan weten we dat er sowieso al ergens iets schort aan de customer, aan de engagement. Dus heel belangrijk, als je in de moment feedback wil gaan doen, en ook vandaag zou ik het ten alle zeker aanraden, zorg ervoor dat je het doet op een manier dat het veilig aanvoelt en dat het hygiënisch aanvoelt. Dus laat de mensen hun eigen smartphone gebruiken. Nu, als we al die feedback gaan verzamelen over al die verschillende contactmomenten, we zorgen dat het heel breed is en dat mensen positieve en negatieve feedback geven, wat kunnen we daar dan allemaal mee gaan doen, en zeker in deze tijden? Eerst en vooral, je krijgt natuurlijk heel leuke verhalen. Hè? Zoals dat van mij was misschien niet zo aangenaam geweest. Maar wat we vaak zien, is dat mensen, zoals ik al zei, positief negatieve feedback geven. Met de juiste technologie kan die feedback gelezen worden en naar de juiste persoon worden doorgezet. Zeg maar als compliment. Zeker in een tijd waarin medewerkers thuis zitten en eigenlijk ook een beetje de interface met de klant zijn verloren, is het een heel leuke manier om die kloof tussen klanten en medewerkers terug te gaan dichten. Zeker als de feedback heel positief was. En opnieuw, als we het koppelen aan de operationele data, dan weten we heel vaak waar de feedback over gaat, waar de experience heeft plaatsgevonden en wie er voor de experience heeft gezorgd, zodat we die persoon of dat team letterlijk kunnen het bericht doorsturen van een job well done. Hoe gebeurt dat dan allemaal? Hè? Dus als je een kleine organisatie bent en je hebt 20 feedbacks per maand, dan kan je het als mens nog lezen. Je kan het lezen, je kan het interpreteren, je kan de klant opbellen. Dat is heel leuk. Dankjewel, Myrthe, en hopefully see you later. Maar als je heel veel klanten hebt en heel veel verschillende interacties, dan is het niet meer mogelijk om al die feedback één op één te lezen. Maar toch is het wat we horen te doen, we horen te luisteren. Hello Customer is uit artificiële intelligentie die in staat is om elke feedback die binnenkomt in real-time te gaan lezen en te gaan analyseren. Dat betekent dat wij uit elke feedback die binnenkomt alle argumenten uiteenrafelen, weten of het positief of negatief was. Een aantal van de zaken die we daardoor kunnen doen, dat is dat het systeem direct kan detecteren als iemand zegt van amai, dit was verschrikkelijk, ik kom hier nooit meer terug. Meteen gaat die feedback naar een bepaalde persoon of team om op te volgen, om te zien what went wrong, wat kunnen we doen om het beter te maken en op die manier die klant te redden. Dat is de lowest level van actionability die eigenlijk nodig is als je customer feedback management doet. Twee, onze AI is opgebouwd vanuit community insights. Dus wat bedoel ik daarmee? Alle feedback over alle sectoren heen wordt samengebracht en zorgt er eigenlijk voor dat de AI intelligenter wordt naarmate het meer data verwerkt. We zien hier het voorbeeld. Het is een voorbeeld uit de bankwereld. Dan zien we een behoorlijk rendement op de portefeuille. Dan worden daar wat bewerkingen in gedaan via onze AI. Maar ik wil de nadruk even leggen op het woord portefeuille, want daar gaat het heel vaak fout. We zien dat bepaalde terminologie in bepaalde sectoren een andere betekenis kan hebben. Bijvoorbeeld portefeuille in de bankwereld is een portfolio aan producten. Maar in de fashionwereld is een portefeuille een accessoire. Daar steken we ons geld in, als we nog geld hebben. En dat moet op een verschillende manier kunnen worden geanalyseerd. Dat is wat Isaac, onze AI, doet. Het gaat niet alleen, er zit niet alleen natural language processing onder, maar het heeft een intelligente laag aan context. Opnieuw, die context is zo belangrijk. In welke industry vindt die feedback plaats? Via welk kanaal komt die feedback? Ook dat heeft een enorme impact op de manier waarop het systeem gaat analyseren. Dus we gaan proberen om zoveel mogelijk een menselijke manier te gaan benaderen om feedback te gaan interpreteren. En dat is belangrijk, want dat zorgt voor hoge accuracy. En die accuracy is nodig als je de juiste insights bij de juiste teams wil gaan krijgen. En dan, ja, lopen we weer even vast. Door het feit dat Isaac zich beroept op de intelligence die het opgebouwd heeft de voorbije 5 jaar en continu blijft opbouwen, wil het ook zeggen dat wij eigenlijk na 1 à 2 weken, eigenlijk vanaf de eerste feedback die binnenkomt, al met die feedback aan de slag kunnen gaan. Dus het is niet zo dat we moeten opstarten, data verzamelen, na een maand gaan we beginnen analyseren en we zijn vertrokken. Zeker in deze tijden waar we hypersnel
dingen moeten in de markt zetten, feedback krijgen uit de markt en daar dan. Dan is, ik zorg altijd voor een beetje climax blijkbaar met mijn of, opbouw. Maar dan is een AI die bijna real-time werkt en die vanaf dag 1 werkt, gewoon zeer belangrijk. Zeker, we zijn bijvoorbeeld ook in de airline industry met een grote klant aan de slag, die toen er nog geen COVID was, die bezig was met de boarding gates te veranderen. Ja, dan hadden zij ook de technologie nodig om supersnel een nieuw feedbackmoment op te zetten en direct de dag erna te gaan zien van oké, die boarding gate, is het nu de juiste manier die we hebben toegepast, ja of nee? En ze hebben effectief na een week bepaalde aanpassingen gedaan, omdat het toch een beetje stroef liep voor heel veel klanten. Het belang van die open feedback, dat is, als je daar de juiste technologie op zet, die daar de zaken uitgaat, zoals redenen waarom iemand wil vertrekken of niet tevreden is, redenen waarom mensen tevreden of ontevreden zijn, en daar dat kunnen benoemen, dat kunnen categoriseren en daar sentiment op kunnen loslaten, betekent dat in de plaats van blind de scores te volgen, dat we nu effectief weten wat er aan de hand is en dan kunnen we daar de juiste acties op gaan ondernemen. Maar het fijnste is, doordat we weten dat het gaat over in een retailorganisatie bijvoorbeeld, dat de meeste ontevredenheid zit over de kwaliteit van de producten, ja, dan moeten we daar de mensen in de field, de customer-facing mensen, niet mee lastigvallen. Dan moeten we die feedback en die insights gaan doorzetten naar de purchasing teams, de collectieafdeling, de mensen die bezig zijn met het product. Als wij zien dat in bepaalde regio's de ontevredenheid voornamelijk zit rond de onvriendelijkheid van de mensen in de showroom of in de winkel, ja, dan weet de organisatie, we moeten daar of coaching op gaan plaatsen of een analyse gaan doen en of mensen vervangen. Dus je kan heel gericht vanuit die satisfaction en vanuit die stem van de klant de juiste dingen gaan doen op de juiste plaats in de organisatie. Want als we kijken naar adoptie van klantgerichtheid, je kan pas impact hebben op de interne organisatie als de interne organisatie ook voeling heeft met de insights die eruit komen. Als shopmanager ben ik er heel weinig mee om te weten dat de klant de pricing eigenlijk te hoog vindt. Als collectieteam, als wij bezig zijn met productontwikkeling, dan hebben wij er weinig aan om te weten dat onze klanten via ons Customer Service Center eigenlijk niet zo heel goed bediend worden. Als we onszelf herkennen in de feedback, als we zelf weten wat onze impact kan, dan gaan we er veel gemakkelijker mee aan de slag en dan hebben we veel meer motivatie om dat te doen. En in deze tijden, die toch voor iedereen moeilijk zijn, voor iedereen onzeker zijn, dan is het houvast van die insights krijgen uit de markt op wat ik mee bezig ben, als team, als persoon in een organisatie, dan geeft dat ongelooflijk veel moed. En dan heeft dat het is als een piloot die lang blind gevlogen heeft en die opeens instrumenten krijgt om mee aan de slag te gaan. Daar kan je het mee gaan vergelijken. En ik wil graag afsluiten met de beeldspraak van Henry Ford, omdat het ook heel vaak de tegenwerping is op feedback. Dat is, ja maar ja, Lizzie, als wij gaan vragen aan onze klanten wat ze ervan vinden, als wij gaan vragen aan onze klanten wat ze willen, ja, dan gaan ze ons zeggen dat ze een sneller paard willen. Dat is zo de typische cliché van het citaat van Henry Ford. Wel, ik ben het daar niet zo heel erg mee eens. Ik denk, als we niet hadden geweten in de tijd dat mensen eigenlijk heel graag een sneller paard hadden gewild, dan hadden we niet geweten dat mensen eigenlijk heel graag veel sneller van A naar B willen gaan. En dan hadden we niet kunnen innoveren om manieren te zoeken om de mensen sneller van A naar B te krijgen, wat dan effectief de auto is geweest. Dus customer feedback verzamelen is ongelooflijk belangrijk. De insights eruit halen, weten wat klanten willen, niet willen, is superbelangrijk. Maar dan de vertaalslag maken naar de juiste experimenten, de juiste producten, de juiste service delivery, dat is nog altijd up to you. Maar niet gepanikeerd. Het moment dat je iets nieuw probeert, snelle feedback survey, marktbevraging en voilà, je weet weer of je de juiste dingen aan het doen bent, ja of nee. Dus customer feedback voor mij, zeker in deze tijden dat we doorheen een storm aan het navigeren zijn, moet permanent zijn, continu en heel open op een heel nieuwsgierige manier luisteren naar
hoe ervaren klanten ons als organisatie? En bij deze is dat het einde van mijn betoog om feedback echt onderdeel te maken van een bedrijfsstrategie. Riek, zullen we wat Q&A gaan doen? Ja. Oké. Even kijken naar de tijd. Ja, dan hebben we nog een beetje tijd, dus we zullen even wat vragen erbij nemen. Voorstel voor een nieuw boek, Leslie. Curiosity, the day after tomorrow. Riek, ik stel voor dat we een dine samen schrijven. Ja, dat moeten we samen schrijven, ja. Dankjewel, Luc, voor het idee. Ja, ik breng die ideeën aan en jij schrijft hem. Is dat oké? Heb je genoeg geschreven? Oh, okay. Ik zie dat we voornamelijk feedback krijgen, wat ook heel fijn is. Mensen moeten gaan. Ik zag nog inderdaad die vraag van onze vrienden van KLM. Worden klanten niet u bevraagd met al die bevragingen? Ja en nee. Hè. Ik krijg er te veel, maar ik krijg er eigenlijk geen. Want het woord is zo mooi, hè, feedback. Maar die back, die zie ik zelden verschijnen. Ik geef feedback, maar ik krijg geen feedback. Dus ik denk dat het ook belangrijk is dat bedrijven, op het moment dat ik iets invul, me laten voelen dat daar iets mee gedaan wordt. En dat betekent niet van één op één, maar dat het wel dat je het gevoel hebt van ik word echt gehoord. Ik denk dat dat een heel belangrijk is. En op dat moment voel je het niet als storend. Ja, absoluut. Integendeel, dan word je gehoord. Ik vind dat ik vaak bevraagd word en zelden gehoord. Ja, absoluut. Oké, ik zie dat er verder geen vragen meer zijn. Een aantal mensen zijn moeten gaan voor overlappende sessies en meetings. Zo gaat dat in de Zoom-wereld, nietwaar? Ik heb nog nooit in mijn leven zoveel weken vergaderingen back-to-back gehad. Je eindigt de ene meestal in overlap met de volgende. Ja, absoluut. Ja. Dus bij deze, Riek, dank je wel voor de inspiratie. En hier alweer bedankt iedereen. En als er nog vragen komen, je weet Leslie te vinden of je weet mij te vinden, denk ik. Absoluut. Absoluut. Tot binnenkort, iedereen. Ja, en liefst in levende lijf een keer. Ja, heel graag. Jo, ciao. Oh, wacht, we hebben hier nog... We hebben er wel. Vraag van Helena. Wat is de meest succesvolle manier om feedback te krijgen en wanneer deze te krijgen? Neem het voorbeeld van de QR-code op het kassaticket. Dat is voor jou. Ja, Helena, ik stel voor dat we deze misschien even in quarantaine plaatsen na de sessie, want daar is geen recht toe recht aan antwoord op, maar daar is wel heel veel om over na te denken. Dus ik contacteer jou straks. Oké, dankjewel. Tot de keer live. Absoluut. Bye. Bye. Tada.